Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel de Blitz Survival Games. We gaan vandaag lekker spelen in de map Shroom Valley met onze Night Kid. Dit is video nummer 3 van de dag. Het is ook niet 7 uur 's avonds dat er Hunger Games is, nee, maar ook nu is er Hunger Games. Mocht je er vandaag zin in hebben en je wil mij supporten, je kan natuurlijk altijd alvast eventjes een like aanklikken. Bij voorbaat dank. Ik ga natuurlijk best om te winnen of dat gaat lukken. Dat is een tweede, maar we gaan in ieder geval eens best doen. Mocht jij de andere twee video's van vandaag hebben gemist, dan zou ik zeggen, klik even op de random video. Dan ga je door naar de video van het afgelopen uur. En als je die video ook weer op de random video klikt, ga je weer naar het uur daarvoor. En voor de mensen die zeggen van Duffy het uur daarvoor, what the fuck. Er komen vandaag 12 video's online op Duffy Games. En wij hebben een lichte focus, dus wij durpen lekker weg. Gelukkig hebben we de Night Kit, dus we hoeven ook geen kisten meer te openen. Dus wij durpen lekker weg. We gaan HP regennen. En we hopen maar op het beste dat wij... Dan op zijn minst nog iets ervan kunnen maken in deze game. Want het zou natuurlijk zonde zijn als wij niet eens een kill weten te maken. Maar tot die tijd durpen lekker weg. Oh, zit, gelukkig zitten er maar een paar mensen achter me aan. Jemig, er zitten gewoon letterlijk 3 man in mijn bek. 3 man. En die loopt me ook nog de boost hitten ook. Really? Oh god. What the fuck? 4. Er komt nu nog even een 4 erbij. Die heeft ook zoiets van, weet je wat, ik doe ook gewoon mee in de hype train. Oh my god, mensen. Mocht je mij in de game tegenkomen, doe dit niet, alsjeblieft. Ik kan zo niet spelen. What the fuck, wat ga ik hier in godsnaam aan doen? Alrighty, komt daar ook nog even een hit vanaf die kant, tuurlijk, waarom niet? Oh my god, hoe ga ik dit in godsnaam doen? En nu komt Inge hier ook nog een keer, die loopt hier mij alweer te campen. Ik zit nu hier, eentje komt vanaf daar, eentje zit hier, eentje zit zo. We krijgen hier een free kill, misschien dat ik snel genoeg ben om jou te killen. Yep, oké, okay, doorrennen. Doorrennen, oké, okay, kom dan. Dankjewel, trouwens shoutout naar jou natuurlijk voor de free talent kill. Maar het was een beetje hectisch. Maar natuurlijk dankjewel voor de free talent kill. We zien er ook nog iemand. Ja, nou ben je in één keer anders hè. Als je niet meer met een club van 4 man achter me aan zit. Nee, dan in één keer niet. Haha. Haha. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, leave me alone, leave me alone. Emergency, abort mission, abort mission. Oeh, holy shit, die van Inventive and Diamond Body. Oh man, ik ben heel de game wel aan het rennen. Ik heb een free talent kill gekregen als enige kill. En er zit meteen iemand... Oh, met een diamond body. Why not? Deze game is echt fucked up. Deze game is echt... Oh nee, wacht. Dat is een nep diamond body. You just pranked me, bruh. Dankjewel voor de free kill. Deze man prankte me echt. Ik dacht echt eventjes... Het is een diamond body. Maar hij prankte mij. Shoutout aan jou natuurlijk ook voor de free kill. Ik was echt even... Dat ik dacht van... Oh man, na alles hebben we ook nog een diamond body tegen ons. Maar dat was helemaal niet. Luke M2003 Toggler. Nou, alles wat we toch vandaag hebben meegemaakt, kan dat er ook nog wel bij, right? Dat dacht ik. Voor de mensen die weten wat dat is, voor mij is dat gewoon dat die man dan zijn heks aan en uitzet, zeg maar. Dat is natuurlijk wel heel erg fokt op zijn as natuurlijk is, maar ja, zoals ik zeg, weet je, ik sta van niks te kijken op het moment. Zou deze man met zijn spelokit niet door, omdat ik achter hem aan zit? Want ik wil best met je vechten namelijk. Kom dan. Nou, kom hier. Kom hier met je spelokit. Wow, wow, wow. Ja, gaan we vechten maar met elkaar. Doe maar. Nee. Nee, 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 nee. Hij is zo low. Laat hem niet ontsnappen. Oké, okay, ja, die ontsnapt sowieso nu wel. Dan kunnen we nu achteraan gaan zitten. Die blijft natuurlijk toch rondrennen. Maar het is een beetje de rengames op het moment. Ik bedoel, iedereen rent maar in de ronde. Iedereen vecht met een beetje met elkaar. En we rennen weer door. En ze vechten weer een beetje. En ze rennen weer door. En ze vechten weer een beetje. Mis, jongen. Haha. Ik zag dat je dat wel gaan doen. Kom op. Kom op. En we hebben hem down. Nice. Oké, dan. We hebben hem een soort van down weten te hunten. Daar ben ik natuurlijk blij mee, want we hebben daarmee een sharpness pickaxe weten op te rapen. Oh, en een helm met protection 2. En we hebben deze potitus nodig. Dus kom maar hier met die potitus. We need you. Holy shit. Oké. Okay. We leven nog steeds. Zo zie je maar, soms is het beter om gewoon eventjes rond te gaan rennen dan maar meteen een fight met alles en iedereen in te gaan. Ik denk dat ik ook niet een zwaard nu ga updaten. Ik denk dat ik gewoon deze pickaxe ga gebruiken en dat ik gewoon... I guess een stukje gear gaan shant. Oh shit, we hebben ook hier iemand. En de Blitzstar is ook in de game. Luke vindt ook nog een keer de Blitzstar. Potentiële hacker. Ik heb hem nog niet zien hacken, dus ik kan er ook niet over oordelen. Maar potentiële hacker, I guess. We hier ook iemand hebben, die heeft sowieso de Meat Master Kit. Dus die doet kapot voor damage op mij en kan kapot voor hits tanken. Kom op. Oei, 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 oei. Holy freaking shit. Ja, dit was de Meat Master Kit. Ik dacht dat wel. Ik zag het ook al wel aan het wapentje natuurlijk wat hij had. Ik dacht van... Dit moet wel. Maar goed, wij hebben nu deze Meat Master Kit. Dus wij zijn er blij mee. En wij kunnen wederom door. Holy freaking shit. Deze game is echt te bizar voor woorden. Gewoon van
een bijna dood ervaring in het begin. Dat er gewoon vier man in mijn bek mij zaten te derpen naar maybe a win. Ik bedoel, ik weet niet, wat heeft hij gekald met zijn Blitzstar? Blitzstar, Vault Hunter. Oké, hij is stacked waarschijnlijk. Maar ja, ik bedoel, ik heb betere vuren deze game volgens mij nu inmiddels gestaan. We zien daar iemand rennen met bijna geen gear. Die rent achter iemand anders aan met... Oké, hij heeft een diamond body. Hij heeft nu is het wel echt een diamond body. Pretty fucked up, absoluut. Maar goed, we kunnen niet meer doen dan ons best, dus we gaan hem ook gewoon lekker doen. Let's go. Gooi die op jou. Die op jou. Hit ik die? Ik weet niet eens of ik die heb gehit. Zodat dat ik op... Ook... Wow. Oké, kom op. En we zijn dood. Best een reach hack. Hier toggle. Ik weet niet of... Laat ik zo zeggen. Ik vind dat het moeilijk om iemand hacker te gaan noemen als je MVP is. Want waarom zou je dat risken? Maar de hits en alles en andere mensen... I don't know. Misschien wel, misschien niet. In ieder geval, we hebben verloren. We hebben ons best gedaan. Mensen, tot de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in de map Kappa V2. Kijken wat wij er hiervan kunnen maken. Dit keer een no-kit mode. Want net na al deze kits die wij tegen ons hebben gehad. Waar we mee hebben mogen spelen. Heb ik zoiets van... Weet je wat? We doen dit keer maar even zonder allemaal OP kits. Want ja... Ik weet niet hoeveel hoge level kits er in die game zaten, maar in ieder geval te veel wat dat betreft. Wat natuurlijk op zich best wel logisch is, want dat heb je tegenwoordig eigenlijk altijd. Wanneer jij nu in een kit mode zit, is de kans dat jij tegen een minimaal level 8, maximaal level 10, want hoger kan je natuurlijk ook niet, moet, is ik denk bijna wel 60% dat je altijd zo iemand in je game hebt. Altijd wel. Vroeger mensen, toen dat er niet was, dat waren nog eens mooie tijden, hè? Really, Duff? Really? Yep. Wat kom je doen? Kom je mij free kills gunnen of wat? Ja, jij geeft mij een free kill, dat zie ik aan je. Ik zie het gewoon aan je. Je hebt ook gewoon een beter wapentje voor me. En uiteindelijk heeft hij zoiets van, oké, laat maar zitten. Dankjewel voor de, ja, toch wel free kill wat dat betreft. Hoewel, ik heb er wat voor moeten doen. Dus helemaal free was hij ook weer niet, maar hey, dit was te doen. En we vinden hier nog meer mooie stuff. Hoppatee. We hebben een gear setje in no-kit mode waar je u tegen zegt... Let's freaking go, kijken wat we ervan kunnen maken. Hopelijk is het genoeg om de game te winnen. Maar... Hypixel kennende. Nee. Maar goed, maakt helemaal niet uit. Let's freaking go. We gaan hier naar boven. Nee, niet. Wel niet. Nee, we gaan hier naartoe. Oké. Ik dacht, we gaan hier naar boven toe. Maar schijnbaar heeft mijn kop als andere ideeën. Wat misschien beter is. Dus we gaan lekker hier naartoe. Wat heeft... Oké, we zien iemand met helemaal niente. Negative Rini Maxpini. Hoi. Oh, je hebt niet zoveel gear. Oh, ik krijg een free kill. Bro, shout out naar jou. Waar ben je hier? Dankjewel voor de free talent kill. Dankjewel. Dat is toch weer mooi. Dat is toch weer mooi meegenomen. Dan zijn we extra coins. En het is ook weer een free kill. Dankjewel daarvoor. Shout out naar jou. Hoppatee. Wij kunnen door. We zien daar iemand met mooi gear. En we zien iemand met geen gear. Dan moeten we natuurlijk op jou gaan met mooi gear. Dat lijkt me vrij logisch. Want jou moeten we eerst zien uit te schakelen. Maar jij hebt zoiets van. Nee, ik ga op jou. Oké, dat mag van mij. Vind ik geen enkel probleem. Maar je bent nu wel dood. Even kijken. Oh, damn it. Alsjeblieft door voor vrienden. Oh, dat is gewoon een Galderini member, man. Tuurlijk. Tuurlijk, jongen. Oh. Duffy weet niet eens wie er in zijn Galderini zitten. Exposed. Oh god, slecht dit. Projector protection. Maar goed, het ziet er in ieder geval spook juist wanneer je een enchanted body hebt. Debbers gaat beginnen over 33 seconden. Het ging hard. Het ging hard deze game. En snel, ook vooral. Wel 4 kills. Iemand zit hier beneden. Yep. Misschien dat ik jou nog snel kan killen. Ik weet het niet. Ik hoop het. Hopelijk heb ik niet de last van te veel knockback. Plus... op en deze is dood. 100%. Bam. Nice. Oké, dan gaan we sowieso tenminste een 1 tegen 1 deathmatch in. Hij kan sowieso niet enchanten, want daar ben ik te dichtbij voor in de spawn. Hij heeft ook geen tijd voor gehad, dus dit is voor nu goed. Goed, dadelijk heeft hij gewoon alsnog dezelfde keer als mij, misschien nog wel zelfs beter met chain leggings en dan ben ik alsnog dood. En hij heeft... Nou, hij heeft chain leggings, alleen hij heeft een leather body. Het is zeker geen slecht gear dit. Het is zeker niet om te onderschatten dit. Hij is noob. Oh, fijn dat je iemand zomaar even noob noemt, hè? Dat kan je toch niet maken, man? Kan je toch niet maken? Daar ga ik gewoon dood door iemand en dan noem jij hem noob. Dit bedoel ik dus. Dit bedoel ik! You have to be kidding me! Wow! Oh my god! 663 coins, mensen. Tot de volgende game. Goed mensen, daar ben ik weer in wederom de map Kappa V2. Maar dit keer dan wel met kids. En ja... I don't know. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Of ik me nou moet schamen of wat dan ook of niet. Ik kreeg hem niet down. En ik zei al van, weet je, dit is op zich best nog wel risky. Hij heeft best wel oké gear. En dat resulteert uiteindelijk in een kill. Hoe ik die heb kunnen verliezen, I don't know. Het is in ieder geval gebeurd.
En deal with it, Duffy. We moeten door. En meer dan dat kan ik er niet van maken. Dus let's freaking go. Nieuwe game, dit keer met kids. We spelen met de Creeper Tamer. Want Iron Body Protection 1 hebben we gewoon nodig. En iemand kreeg een mooie vliegles. Wij dorpen deze kant op. En we hopen maar op het beste. Komen de mensen in mijn back? Nee, matig. Niet. Privet. Dus wij dorpen lekker door. Come on. Deze kist. Chain leggings. Iron sword ook. Of stone sword ook goed. En een helm en schoenen. Dat is ook sowieso. Sowieso ook wel chill. Een body hebben we niet nodig, maar goed. Even kijken, wat hebben we. Daar zat geen kist, Duf. ik was echt heilig van overtuigd dat daar een kist zat. Dat was zo slecht. Ik dacht echt van daar zit een kist, maar dat is helemaal niet zo. Hier wel, en nog steeds geen leggings. Wel een visengel. Want ik ben de beste visengeler van Hypixel. En dat ben je niet zomaar. Dus ja, die moet je gewoon je visengels meenemen. En let's go. Terwijl wij nu naar boven gaan, we zien daar ook alweer iemand. Even kijken of we deze down kunnen halen. Dat ik ondertussen gewoon even een WhatsApp nu ga versturen. Naar mijn moeder toe, want dat gaat ook gewoon door. Hoppatee, die is verstuurd. Zo, Divi, kan je zo snel appen? Zeker te weten! Zeker te weten! Oké, we zien hier iemand. Oké, mijn wapen is wel gedegrade nu naar fucking wood, maar goed. Dit kan. Dit mag, dit kan en hij is dood. Nice, oké. Okay. We zien jou hier. Wat ben jij aan het doen? Wat ben jij aan godsman aan het doen? Oh, er zat daar een kist. Lol. Er zat daar blijkbaar een kist. Nou ja, goed. jij bent nu... Je hebt nu in ieder geval je kist en je gear kwijt. Black Widow in de game. Groene naam. Is dat een mod? Dat is voor mij een mod, right? Of is groen... Nee, blauw is helpen. Groen is mod. Rood is... Ja, dit is een moderator. Oké. Okay. Ik ben benieuwd of een kitty heeft. Dadelijk zegt hij. Ha! You got a hex, my. Enjoy your man. Zo, wat zijn als dat gebeurt. En wij krijgen een Sharpinez. Oké, let's go. We zien hier beneden twee mensen. Zo zitten hier op dit soort van bottige platform. Kijk, zie je ziet hier al. Mengen voor het leventje. Oh, hij vliegt. Hij vliegt. Really? Terwijl je gewoon een fucking mod in de game zit. Later, man. Hij heeft een hacker gekild. Ik bedoel, die man heeft ook best ballen dat hij durft te hacken met een mod in de game. Maar hij heeft een C. Als het al hacks waren. Maar ja, weet je. Ik vond het nogal tricky eruit zien. Maar goed. Bij mij is heel veel uit. Uiteindelijk heb ik hem down. En ik leef. En hij is dood. En het is fucked up voor hem. Maar zoals ik al zei, weet je, ik kan niet heel erg om care eigenlijk. Want als die man echt gewoon al een hacker was, waar het op mijn scherm bleek, dan zou die van nu een ban krijgen, I guess. Maar goed, blitzer over een minuut. Gaan we daarvoor of gaan wij nu snel een kill proberen te fixen? Ja, dat is lastig nu. Een minuut wachten voor de blitzer of zoeken voor een kill. Die man achter mij is dichterbij, maar ik ga toch deze kant denk ik op. Ik weet niet waarom, ik ben eigenwijs. Dat deze man wel echt heel veel dichterbij zit zo te zien. Maar goed. Nu zit deze mens dichterbij. Ik heb zoiets van fuck de blitz al. We gaan gewoon voor de kills. Maar die mens zit nu sowieso met elkaar in gevecht. Dus dat is ook wel iets wat goed is. Hopelijk valt er snel een kill uit. Dat we niet meer bang zijn voor de blitzar. Oh, één zit nu op gelijke hoogte met mij hier. En er is een kill gevallen. Mooi zo. Gaan wij nu natuurlijk ondertussen gewoon door. Want wij willen deze man nu ook even killen. Hoi. En neem jij nog even speed en anders. Doe maar. Waar je hier vast zit in deze cave, jongen. Ja. Zonder van je speed kappen. Dat die ook aan mij kunnen geven. Wij vinden hier nog even betere leggings. En we gaan de damage in. En dan is nu natuurlijk de vraag. Die ons allemaal bezighoudt. Duffy, ga je dan nu. Maar dan ook echt nu wel echt een game winnen. Well. I don't know. Duffy kennende. Het kan alle kanten nog steeds opgaan. Het maakt niet uit wat voor gear iemand heeft. Wat dan ook. Het kan bij mij alle kanten opgaan. Dus ik ga er vanuit van wel. Ik bedoel, we zijn nu twee keer zo dichtbij geweest. Dat 3 keer is scheepsrecht. Maar... Ja, dus ik zeg, I don't know. Ik hoop het maar. En wat heeft hij voor gear? Please, laat hem echt gewoon... Oké, dit kan weer lastig worden. Dit kan legit weer lastig worden. Maar goed, we gaan vanuit van niet. We gaan gewoon ons best. Let's go. Hoi. Kom maar. Hoppatee, dat is 1 openingshit op je. Dat is 2 hits op jou. Ja, deze moet ik wel hebben. Kom op. Ja, deze heb ik wel. Bam. Oké, we hebben uiteindelijk toch nog weten te winnen. Terwijl de persoon zelf ook zelfs nog een gouden appel had. Heeft hij niet gebruikt. Waarom? I have no freaking clue. We hebben uiteindelijk wel toch nog een game weten te winnen. 1478 coins. En mensen, ik bedank jullie natuurlijk enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet niet even te liken, te reageren en te abonneren. En ik hoop natuurlijk allemaal over een uurtje weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.